Er is geen breuk in de regering. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens een live reportage van de communicatiedienst Suriname. De live uitzending van het CDS had betrekking op de recente berichtgevingen ten aanzien van het vrijmaken van financiële middelen door minister Armand Tjeibersing van Financiën en Planning aan ministers van coalitiepartner ABOP. We hebben naar alle cijfers gekeken, alle raadsvoorstellen, alle autorisaties, alle ressources hebben gekeken. En inderdaad heeft de minister heel wat zaken al betaald. Er zijn wat dingen die pending zijn. Soms zijn het aanvullende stukken die nodig zijn, die teruggestuurd worden. De minister aanvullende stukken moeten gaan sturen. Maar nogmaals, we hebben al deze zaken besproken en gekleerd. De vicepresident heeft ook gezien dat er inderdaad betaald wordt en storting geweest zijn. We hebben wel afgesproken dat we binnen de regeringsraad een presentatie gaan houden van alle financiële schakers. Vanaf de minister tot zijn tesorie, tot zijn directorat, tot centraal, zodat iedereen weet hoe het proces is als iets goedgekeurd wordt. Tijdens de live-uitzending waren naast vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Tjeibersing ook andere coalitietoppers aanwezig. Vicepresident Ronnie Brunswijk is evenals minister Armand Tjeibersing ingegaan op de ontstane situatie. Volgens de regeringsfunctionarissen was er sprake van een misverstand. Belangrijk is duidelijk uitgelegd waar we naartoe zijn, hoe wij alle ministeries gaan accommoderen. En natuurlijk, de minister heeft vooral mijn ministerie, maar want kabinet vicepresident heb ik geld gehad. En hij heeft me lees gewezen waar de betalingen hebben plaatsgevonden. De president was erbij. En we hebben gesproken, de minister was een beetje boos, maar alles is in orde. Dus minister, dus dat nee. Maar dus we zijn in de regering en natuurlijk als er dingen zijn, denk ik dat we niet meer via de pers gaan communiceren, dat we rechtstreeks hier binnen de kamer gaan doen. Het raadsvoorstel niet getoetst werd door financiën en achteraf bleek dat coderingen misschien fout waren. Of dat er zelfs de begroting uitgeput was, dat je dus het raadsvoorstel, de goedkeuring, niet kon uitvoeren. We hebben toen het proces gewijzigd, dat voordat het raadsvoorstel ingediend wordt, dat op tesorie-inspectie, van tesorie-inspectie een advies uitkomt of het raadsvoorstel voldoet begrotingstechnisch aan alle voorwaarden. Dus de codering juist is. Er geld is op de begroting beschikbaar is. En dat loopt goed. Daarom denk ik dat de vicepresident kan beamen dat de behandeling van raadsvoorstellen in de RVM op een veel efficiëntere manier plaatsvindt.